Ik leefde niet als een kind. Maar de werkelijkheid was dat ik eigenlijk gewoon totaal geen ruimte had in mijn hoofd om kind te zijn. Je wou wat vertellen, maar je kon het niet. Dat zag je aan me. Dat zag ik aan je. Maar toen gooide het toch gewoon eruit. Dat opa dingen met jou deed. Nou, ik was dus heel klein toen het gebeurde, maar op een gegeven moment werd ik ouder en dan kreeg ik een beetje jullie leeftijd. En toen ben ik naar mijn moeder toegestapt en toen heb ik aan mijn moeder verteld dat dus mijn opa aan mij zat. En toen heeft mijn moeder ervoor gezorgd dat ik mijn opa nooit meer hoefde te zien. Nou ja, ik denk dat als je kindermishandeling zelf hebt meegemaakt, dat je je heel lang heel eenzaam hebt gevoeld en dat je dat echt verschrikkelijk vindt. En dat je heel graag wil dat elk kind hier in Nederland gewoon weet wat kindermishandeling is. En dat je gewoon ook weet wanneer iets niet klopt. Als ik dat op die leeftijd zou hebben gekregen, dat zou mij zo erg hebben geholpen. En dat kinderen zich open voelen om ook te vertellen wat er thuis gebeurt. Dan denk ik, yes. Ik kan nu eindelijk laten zien wie ik ben. Dat heb ik nooit kunnen doen. Ik moet af en toe nog tegen mezelf zeggen dat ik zeg van, het is niet mijn eigen fout geweest. Nou, het eerste woord wat in mij opkomt is stress. Ik heb ongelooflijk veel stress thuis gevoeld. De jeugd kan je afgepakt worden, ja. Maar je toekomst en weer vertrouwen in jezelf krijgen, dat zit hem in dat vriendelijk gezicht en in de verwerking die je samen aangaat met iemand. Als ik het vertel nu nog steeds, als ik nu mijn verhaal doe, heb ik alsnog het idee dat mijn ouders verraadt. Ik denk dat wij als geen ander weten waar je voor vecht. Namelijk voor je eigen identiteit, voor wie jij bent. En dat zijn we zo verloren, dat je daar juist, dat wil je juist voor vechten.